Hallo allemaal. Ik ben vandaag met Mats een dagje op een rivierplas gaan vissen. En we hebben hier op deze rivierplas gevist met behulp van de Carolina rig. Dat is een heel populaire rig op het moment. En aangezien iedereen ze gebruikt en iedereen er vis op vangt, wouden wij het ook graag eens proberen. We hebben vandaag gevist met de kleur seaweed van de ringtees van Westin. Dat is een aasje dat een heel langzaam rollende actie heeft als je hem tikkend op de Carolina rig vist. Een lang zweefmoment. Het is bijna suspending en het zinkt heel langzaam af. Echt wel een aanrader. Ja, ik gebruik hem heel graag voor de Carolina. Oh, dit is... Oh, lala. Oh. Mooie vis. Is goed. Vers komt te vallen. Ik word er weer. Oh, dit is een 15, maat. Nee? Haal het gratis op? Oh, goed, ja, dat gaat niet, hè? Kijk nog wel over. Dit is een 15. Ja, niet 15. Makkelijk. Ja, los 15, denk ik. Oh, ik hoor zo'n vis. Sterk, jongen. Ik ga stoppen met filmen, hè? Zwaar het is, ja, stoppen. Eerste visje, 44, de ringtees, prachtige vis. Veilig terug. En dan de tweede vis, stoppen op de worp erna, van 51 mol centimeters. Kijk eens aan, prachtige vis. Heel erg blij mee. Een evenaring van mijn PR trouwens. En ook deze mag ik veilig terug. Dan de hengel die wij vandaag gebruikt hebben voor het vissen van de Carolina rig. Westin heeft in de W3 en W6 serie een mooie reeks Finesse TNC hengels uitgebracht. Deze hengels zijn speciaal ontworpen voor de Texas en Carolina rig. Hebben een vrij stugge actie van zichzelf en een nog soepel genoeg top. Voordeel is dat je heel veel gevoel hebt in de hengel en met de topactie toch nog een mooie drill kan beleven. Ik raad hem zeker aan. Doei! Doei! Doei!